Goedemorgen allemaal. Nou, het is nu 11:45. Ik loop zo heel eventjes naar Sonja toe, want die vroeg of ik ze wilde helpen om die zalm van wortel te maken. In de tussentijd heb ik die ook zelf gemaakt. Dus die staat al lekker in de marinade. En ja, een paar keer elke dag eventjes omhusselen en over een dag of drie kan ik het dan lekker bereiden. En ik heb een lekker soepje op staan op de kachel. Ik heb de honden gedaan. Ik heb de kippen gedaan. Ik hoef eigenlijk hier alleen nog maar te stofzuigen. En dan ben ik in huis klaar. Wat ga ik vanmiddag doen? Nou, je ziet het, ik heb lekker mijn huispak aan. Dus ik blijf lekker thuis vandaag. Dus ik ga vanmiddag seitan maken, want die is op. Dus dat ga ik dan ook maken. En verder zie ik wel wat deze dag brengt. Fijne dag! We zijn weer goed bezig. Ik ben de wortel aan het snijden. En omdat we maar één, hoe heet dat? Dunschillen hebben. Is AF aard. Sonja. Mijn haar is langer. Spruiten aan het doen. Het is wat. Kom je hier mijn wortel doen? Nou hè. Oh, 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 oh. Wat een drama. Wat zijn ze ramen? En dit is de bak van Sonja. Want die wil over een dag of drie pasta eten met wortelzalm. Lekker hoor. Lekker hoor. Zo, ik kom net van Sonja vandaan. En ik ben gelijk begonnen aan het eten. We eten vanavond een ovenschotel met witlof. Dus met lekkere champignons en zo. En het gehaktbrood wat ik van de week gemaakt heb. Dus dat ga ik erin verwerken. Dus daar ben ik heel even mee bezig. En daarna ga ik lekker op het bankje met een kopje thee en een serie. Zo. En zo ziet de groenteschotel eruit. Aardappels. Witlof. Wat gehaktbrood die ik gemaakt heb van de seitan. Champignons. Hij gaat nu voor een 40 minuutjes de oven in, 170 graden. We hebben lekker net gegeten. De groentetaart was heerlijk. Hè? Nou, de hondjes zoeken ook hun plek. Ik ga zo eventjes afwassen. En dan ga ik een lekker bakje thee nemen. En dan is deze dag weer bijna voorbij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Voldaan, gesloten ogen. Alleen uw liefdevolle naam beroert heel zacht mijn lippen. Volmaakte eenheid, wij tezaam. Wellicht wel duizend engelen voeren mijn ziel met zich mee. Ik hoor het ruisen van hun vleugelen, een ongekend gezang. Muziek van vreemde klanken vermengt mijn ziel met dat van hen. Ze voeren me steeds hoger. Plots zie ik dat ik ben. In het midden van een tempel, omgeven door een licht,
Geen zon, geen lamp, geen schaduw, mijn aangezicht naar een zuil gericht. Smetteloos wit, enorm in omvang, tapijten daaromheen. Ik weet, ik ben niet eenzaam, ik ben, maar niet alleen. Voor eeuwig wil ik blijven, nooit meer daar vandaan. Opnieuw, wel duizend engelen, terug, voor eeuwig nu voldaan.